Lost Frequency samen met James Blunt en hun nieuwe gezamenlijke single Melody. Ja, en bij die single hoort er ook een fantastisch leuke nieuwe videoclip. En super tof dat Felix, ja, die reist de wereld rond als een gek, als DJ, maar dat hij er toch voor heeft gekozen om die videoclip van die nieuwe single gewoon op te nemen in zijn oude middelbare school, het college in Melle. Echt, daar heeft hij gezeten. En Frederik de Ridder, die was toen zijn klastitularis. Frederik, goedemorgen. Goedemorgen, Heidi. Wij kwamen echt uit de lucht gevallen dat Felix, Lost Frequencies, dat hij gewoon jaren op school heeft gezeten in Melle, of all places. Ja, we zijn eigenlijk ook maar natuurlijk later te weten gekomen dat het er zo'n talent schuil ging in Felix natuurlijk, hè, maar dat was wel zeer leuk. Zeg, en welk vak gaf jij aan hem? Ik gaf Engels aan Felix. Ah, oké. Okay, ja, dus dat is wel een nuttige zaak gebleken dan. Ja, blijkbaar, ja. Zeg, wat voor leerling was hij? Well, het is natuurlijk al eventjes geleden, maar ik herinner mij wel dat Felix eigenlijk een beetje een dromer was. Hij liep ook altijd met muziek in zijn oren, altijd met zijn hoofdtelefoon op. Een beetje dromerig te fluiten op school. Altijd al zeer vriendelijk en zeer lieve jongen ook. Dus eigenlijk alleen maar goede herinneringen wel. Ja, en wisten jullie al dat hij zo muzikaal was? Goh, ja... Natuurlijk niet dat hij zo groot ging worden, dat hij zo succesvol ging zijn, maar ja, hij was altijd met muziek bezig. Hij had ook, was een beetje DJ, of hij probeerde toch te DJ'en. We hadden ook zo, of we hebben elk jaar zo'n soort vrij podium en ja, hij speelde dan ook wel piano. Niet dat we toen eigenlijk al door hadden dat zo'n groot talent was, maar ja, hij was toch wel al met muziek bezig. Ja. Maar hij heeft dus wel zo op een vrij podium een keer op school piano gespeeld? Ja, wel eigenlijk, het grappige daaraan was dat er een soort van auditie was. En dat mijn collega die avond organiseerde heel veel pianisten had en eigenlijk niet echt voor Felix wou kiezen. En uiteindelijk blijkt dat dan de beste pianist... Well, ja, dat durf ik misschien niet te zeggen, maar uiteindelijk blijkt het wel de beste pianist te zijn van de hoop. Ja. Maar het werd toen nog even niet. Zeg, de videoclip die is daar dan opgenomen bij jullie op school. Was je daar zelf bij? Wel, eigenlijk was dat een beetje een geheim. Hè. Niemand mocht dat weten, dat de clip werd opgenomen. Maar die woensdagnamiddag, was ergens in maart, was ik iets langer op school, toevallig eigenlijk. En ik kreeg een berichtje van Felix via Messenger. Af en toe stuur ik hem nog eens een berichtje. Ja, ah, dus zo, Tomorrowland draait of zo. Ja. Ja, zoals zoveel natuurlijk. Maar hij stuurde zelf een berichtje of ik nog op school was, omdat hij daar was voor de clip. En dan heb ik hem nog eventjes gezien. Dus dat was wel leuk. En waarover heb je het dan? Ben je dan, ja, als je zo na al die jaren elkaar terugziet? Goh ja, gewoon nog eens, ja, eens vragen hoe het met hem gaat. Ja, dat het waarschijnlijk een zeer druk leven is. Hij kwam van Brazilië, moest dan naar Frankrijk. Maar ja, gewoon ook, ja, leuk natuurlijk dat hij terugkeert naar onze school, hè, voor die clip. Daar nog iets over gehad. Hij zei ook zelf dat hij, ja, zeer goede herinneringen nog altijd heeft aan de school. Hij heeft eigenlijk tot vierde jaar bij ons gezeten en daarna is hij veranderd. Maar ja, Melle was blijkbaar toch nog altijd speciaal voor hem. Zeg, Frederik, in de clip, het verhaaltje in de clip is eigenlijk over een jongetje met een brilletje die in de klas zit, ja, gepest wordt op de bus bijvoorbeeld. Ja. En dan eigenlijk zijn een beetje vlucht in zijn pianomuziek. Is dat uit het leven gegrepen, denk je? Ja, wel, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Ik hoop van niet, natuurlijk. Ik had nooit de indruk dat Felix eigenlijk gepest werd. Dus dat denk ik niet. Dus ja, ik denk gewoon dat dat toevallig is. Het klassieke verhaaltje van ja, dan toch succes te krijgen. Vooral bij de meisjes dan met de muziek. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Maar ik denk niet dat het autobiografisch is. Zeg, en ga je hem nu vragen voor het eindejaarsbal of voor een Chrysostomos binnenkort of zo? Ja, ik heb dat al eens geprobeerd. Toen hij nog niet zo bekend was, in ieder geval in het begin. Maar ja, dat pakt niet. Die manager die is waarschijnlijk te moeilijk. Ik snap het goed. Maar we kunnen hem bewonderen in de videoclip in de college in Melle. Geweldig. Frederik, dikke merci en een fijne schooldag daar, hè? Ja, graag gedaan.